Hallo leerlingen. Dit is middenmaat met weer een natuurkunde les. In deze tweede les met conceptvragen gaan we kijken naar alle conceptvragen met betrekking tot paragraaf 3 van elektriciteit. Voor de volgende les is er ook weer wat huiswerk. Bezig dus hier hoofdstuk 2 paragraaf 4 nog eventjes. Nou, de eerste vraag is dit. Vraag nummer 7. Er zijn twee weerstanden gegeven. Weerstand 1 is 6 ohm en weerstand 2 is 12 ohm. Wat kun je zeggen over de stroom in punt A en de stroom in punt C? Nou, het is weer een meerkeuzevraag, dus zet de video even op pauze en probeer deze even zelfstandig op te lossen. Oké, okay, nou laten we deze eens gaan bekijken. Allereerst, we weten dat de spanningsbron 24 volt afgeeft. En we zien dat deze, schakel, of sorry, deze weerstand eh, parallel staat geschakeld met deze weerstand. En het geheel staat natuurlijk parallel geschakeld met deze spanningsbron. Dus dat betekent dat de spanning over AC is gelijk aan de spanning over BD. En die zal allebei 24 volt zijn. Nou, als we gaan kijken naar de stroom, ja, de stroom, de totale stroom die stroomt natuurlijk hier en die kan zich hier opsplitsen in richting A en in richting B. Nou, vervolgens gaan die allebei door een weerstand, hier door de weerstand AC en hier door de weerstand BD. En dan komen ze hier weer samen bij elkaar en dan stromen ze gezamenlijk terug naar de spanningsbron. Dus wat gebeurt er eigenlijk? De stroom, de totale stroom, ja, die splits op in een stroom en ik heb die AC genoemd en de stroom BD. Nou, die komen vervolgens daaronder weer bij elkaar en eh, voegen zich vervolgens weer tot i totaal samen en, en dan krijg je dus de totale stroom. Dus wat betekent het? de stroom door A ja, is gelijk aan de stroom door C, want diezelfde elektronen die stromen door die weerstand heen. Hetzelfde had je kunnen zeggen voor Bd, de stroom door B is gelijk aan de stroom door D. De stroom door A is daarentegen niet gelijk als aan de stroom door B en dat heeft te maken met de weerstand en dat zullen we dadelijk in de volgende vraag zien. Nou, hier is die vraag, dezelfde vraag eigenlijk als net, um, alleen willen ze nu weten wat je over de stroom van A en over de stroom van B kunt zeggen. Nou, ik zei net al dat die stroom niet gelijk aan elkaar zal zijn. En dat heeft met de weerstand te maken. Grotere weerstand wil zeggen, ja, er is meer spanning nodig uh, om dezelfde stroom er doorheen te krijgen. Nou, heb je niet meer spanning, ja, dan zal dus de stroom af moeten nemen. Nou, dat zie je eigenlijk altijd eh, terugkomen in de wet van Ohm. Dat is eigenlijk de belangrijkste wet bij elektriciteit. Dan noteer die altijd eventjes als je opgaves gaat oplossen, want meestal heb je hem gewoon wel nodig. Nou, kijk even wat het geval is. Dus de weerstand is de spanning gedeeld door de stroom. Wat ik je al zei, de spanning blijft gelijk, want die verandert niet. De spanningsbron is 24 volt en deze staan in zeer, sorry, parallel geschakeld. Dus ze hebben allebei een spanning van 24 volt. Dus die blijft in deze constant, die verandert niet als je naar beide situaties kijkt. Nou, als ik naar uh, deze weerstand vergelijk met deze weerstand, ja, dan zie ik dat daar wel een verschil is. Dus wat gebeurt er als ik uh, ten opzichte van AC kijk uh, naar BD, ja, dan wordt die weerstand twee keer groter. Nou, kijk eventjes naar deze formule. Als deze constant blijft en deze wil je twee keer groter hebben, ja, dan betekent het dat natuurlijk de stroom twee keer kleiner moet zijn. Als je dit nog niet helemaal snapt, dan moet je misschien even wat getallen invullen. 6 gedeeld door 3 bijvoorbeeld is 2. Nou, als ik die 6 constant hou en ik maak die 3 de helft keer zo klein, dan zal je ook zien dat de, helft, of, dat de weerstand twee keer zo groot wordt. Dus het antwoord in deze is antwoord C. Dus de stroom hier zal maar de, uh, zou twee keer zoveel zijn als de stroom aan deze zijde. Dus de stroom hier is de helft keer zo groot als de stroom aan deze zijde. Meer weerstand, met dus dezelfde spanning, levert je een kleinere stroom op. Oké, okay, de volgende vraag. Een batterij is aangesloten op twee weerstanden in serie, zoals in het schema hiernaast. Nou, dat zie je hier ook, twee weerstanden. Een van 4 ohm en een van 6 ohm en ik heb hier een spanningsbron. En dan zegt een leerling, als ik de wet van ohm gebruik, dan is de stroom gelijk aan de spanning gedeeld door de weerstand. Dus als de weerstand groter is, is de stroom kleiner. In dit geval heeft weerstand B een grotere weerstand dan weerstand A, dus zal de stroom door weerstand B kleiner zijn. Wat klopt dan niet aan deze bewering? En als er iets niet klopt, verbeter het dan. En als het wel klopt, leg dan uit waarom. Nou, het eerste gedeelte uh, van uh, wat deze leerling zegt is uh, in principe goed. Als ik de wet van Ohm gebruik, dan is de stroom gelijk aan de spanning, kijk maar, gedeeld door de weerstand. Want dit is gewoon de wet van Ohm een beetje herschreven. Maar waar het misgaat bij deze leerling is het volgende. Kijk, de stroom die gaat natuurlijk hier lopen. En die komt door die weerstanden weer terug bij de spanningsbron. Nou, alle stroom loopt hier. Ja, het is niet dat maar een deel van de stroom hier doorheen loopt en een deel van de stroom hier doorheen. Dat was alleen van toepassing bij een parallelcircuit. De stroom zal hier overal gelijk zijn. Ja. Dus dat gedeelte klopt niet van zijn beweging. De stroom is in principe in een serie circuit overal gelijk. Maar wat gaat er dan wel veranderen? Nou, kijk, als de stroom overal gelijk is, kijk eens even goed naar de formule. Je ziet dat de weerstand eh, ja, A ten opzichte van B, ja, die wordt anderhalf keer groter. Als ik de stroom constant wil houden, ja, dan moet ik iets met de spanning gaan doen. Als ik deze anderhalf keer groter maak, nou, dan betekent dat ik deze ook anderhalf keer groter moet maken om op dezelfde stroom uit te komen. En dat is eigenlijk je antwoord op deze vraag. Dus de stroom wordt in deze niet minder, nee, juist de spanning wordt meer omdat je een grotere weerstand hebt. Dus als je dit zou gaan uitrekenen, meet je hier een spanning die anderhalf keer groter is als de spanning over A. Nou, en beide spanningen bij elkaar opgeteld, moet natuurlijk de totale spanning weer zijn. Oké, okay, vraag 10. Een schakeling bestaat uit batterijen, of sorry, een batterij en twee identieke weerstanden in serie. Wat gebeurt er met de stroomsterkte als je nog een derde identieke weerstand in serie aansluit? Nou, het belangrijkste is, is dat je ziet dat ze in serie zijn geschakeld. Nou, en in serie weet je dat de totale spanning, ja, dat is eigenlijk de spanning van alle weerstanden bij elkaar opgeteld. Maar de totale spanning die door de batterij wordt geleverd, ja, die verandert niet. Je verandert namelijk niet de batterij, je voegt alleen een extra weerstand toe. Dus het betekent dat de totale spanning gelijk blijft, alleen die spanning wordt wel verdeeld over meer weerstanden. Nou, en in serie geldt dat bij de totale weerstand van je systeem, ja, dat is weerstand 1 plus weerstand 2 plus weerstand 3, etc. Dus je kan je wel voorstellen dat de totale weerstand waarschijnlijk groter wordt. Dus de totale weerstand ja, met twee weerstanden is kleiner als de totale weerstand ja, met drie weerstanden. Want je voegt gewoon een extra weerstand toe. Dus de totale weerstand zal zeker toenemen. Nou, als je dan gaat kijken naar de wet van Ohm, en die heb ik eventjes hier opgeschreven voor de totale weerstand, en die heb ik herschreven voor de totale stroom. De totale stroom is de totale spanning gedeeld door de totale weerstand. Nou. Met een grotere totale weerstand, namelijk deze, en eenzelfde totale spanning, want dat is namelijk de spanning gecreëerd door de batterij, ja, dan moet de stroom kleiner worden. Dat kan niet anders. Dus heb je, eh, doe je een eh, weerstand toevoegen aan een seriecircuit, ja, eh, dan neemt de stroom in die zin af. En de stroom was natuurlijk de hoeveelheid elektronen die er per seconde voorbij kwamen. Ja, meer weerstand, ja, komen er minder elektronen per seconde voorbij. Vraag 11. De schakeling hiernaast bestaat uit twee identieke lampjes, die evenveld branden bij een batterij van 12 volt. Als de schakelaar gesloten wordt, dan, nou, dan moet je A, B of C kiezen. Laten we deze vraag weer even gaan bekijken. Nou, allereerst, ik heb even wat dingen genoteerd. De batterij is 12 volt, dus dat is de totale spanning van je circuit. Hij kan niet meer, hij kan niet minder worden. 12 volt is gegeven door de batterij. Nou, in serie betekent het dat um, de spanning bij elkaar moet worden opgeteld. Nou, omdat het twee identieke lampjes zijn, ja, betekent ook dat er evenveel spanning overheen zal staan. Want de weerstand is namelijk gelijk. Dus hier staat 6 volt overheen en ook hier staat 6 volt overheen. Wat gebeurt er nou als je die uh, schakeling uh, dadelijk gaat sluiten? Oh, ik heb hier nog eventjes aangegeven wat het de stroom was. Ja, de stroom die loopt gewoon hier doorheen. De stroom kan niet hier namelijk doorheen, want dit is geen gesloten uh, uh, circuit. Dus hier kunnen, kan helemaal geen stroom lopen. Dus, en ook geen uh, elektronen die hierheen lopen en dan hier stoppen. Nee, ze stromen daar helemaal niet naartoe. Ze gaan hier het hoekje om, gaan door B en A en komen weer terug bij de spanningsbron. Nou, dus de totale spanning is de spanning over de eerste en over de tweede, 12 volt. En de totale weerstand is natuurlijk weerstand A plus weerstand B. Nou, en de stroom is overal gelijk, want het is een serie, dus overal is de stroom gelijk. Dus de totale stroom is de stroom over A, is de stroom, sorry, niet over A, maar door A, is de stroom door B. Nou, laten we nou gaan kijken wat er gebeurt als je dat zou sluiten. Wat er gebeurt als je het circuit zou sluiten, is dat er nog steeds 12 volt op die batterij staat. Maar kijk goed, als je hier een verbinding maakt, ja, dan zullen die elektronen ervoor kiezen om het pad te gaan volgen met de minste weerstand. Ja, een draad heeft nagenoeg geen weerstand en een lampje heeft natuurlijk zeker een beetje weerstand. Dus die elektronen die kiezen ervoor om deze route te gaan lopen. Dat betekent dus dat lampje B helemaal niet aan zal gaan. De elektronen stromen op deze manier. Ja, uh, en die stromen omdat de volledige spanning van de batterij ja, nou op dit lampje wordt gezet. Dus het lampje krijgt 12 volt. En daardoor zal de stroom uh, uh, in dit geval, uh, even kijken, meer weerstand en uh, minder weerstand. Dus ze zal de stroom uh, toenemen. Kijk maar wat er gebeurt. De totale spanning wordt dus groter. Sorry, niet de totale spanning, maar de spanning over A wordt groter. Nou, kijk ook wat er met de totale uh, weerstand gebeurt, die wordt kleiner. Nou, dat betekent dat als je de wet van Ohm zou toepassen, de, de, de totale stroom dus ook groter gaat worden. Nou, en wel, uh, gaat het lampje dan veller of minder fel branden? Ja, dan moet je eventjes weten hoe je dat kan uitrekenen. Uh, dan gaat het namelijk over of iets feller of minder fel brandt. Dan gaat het over het vermogen. En het vermogen was hoeveel energie er per seconde wordt omgezet. Nou, uh, kijk even naar deze formule. Het vermogen was de spanning vermenigvuldigd met de stroom. Nou, als de, zowel de, uh, de spanning als de stroom groter gaan worden, ja, dan kan je wel voorstellen, dan wordt ook het vermogen groter. Dus hij zet meer energie per seconde om, dus hij gaat feller branden. Dus het antwoord moet A zijn. Het lampje A gaat feller branden. Nou, vraag 12 en vraag 13 zijn allebei vragen voor VWO. Dus als je dit voor HAVO aan het volgen bent, dan kan je deze vragen eventjes skippen, want die zijn niet uh, van toepassing voor jullie. Nou, wat is vraag 12? Twee cilindervormige weerstanden zijn gemaakt van hetzelfde materiaal. Weerstand 2 is twee keer zo lang en de diameter is twee keer zo groot als weerstand nummer 1. Hoeveel keer is de waarde van R2 groter dan R1? Nou, het is best wel een pittige opgave. Dus zet de, opgave, of de video even op pauze en probeer deze zelfstandig op te lossen. Nou, het begint allemaal met deze formule. De formule staat ook in je boek. Uh, de weerstand is de soortelijke weerstand. Dat is gewoon een, een, een eigenschap van het materiaal. Nou, in dit geval maakt dat niet zoveel uit, want ze zijn van hetzelfde materiaal gemaakt. Uh, dus de soortelijke weerstand vermenigvuldigt met de lengte van de draad. En dat geheel deel je door uh, het oppervlakte van de draad. Nou, laten we dit eens dus even gaan beredeneren. De soortelijke weerstand, die blijft gelijk. Als je die twee met elkaar vergelijkt, zijn gemaakt van hetzelfde materiaal, dus die blijft constant. Nou, wat gebeurt er met de lengte? De lengte, die wordt twee keer zo groot. Nou, kijk goed, dit gedeelte stond boven het deelteken. Dat betekent, als je deze twee keer zo groot maakt, ja, dan wordt de weerstand ook twee keer zo groot. Nou, wat gebeurt er voor de rest met het oppervlakte? Nou, bij het oppervlakte moet je even weten, kijk, ze hebben het hier over de diameter die twee keer zo groot wordt. En het oppervlakte is niet hetzelfde als de diameter. Nou, de formule voor oppervlakte was pi maal r kwadraat en r stond voor de straal. Dus de diameter was zeg maar deze afstand, dus de hele afstand, en de straal is maar de halve afstand, dus van het middelpunt tot aan de buitenkant. Dus dat schrijf ik hier ook op. De diameter is eigenlijk twee keer de straal. Nou, kijk goed wat er gebeurt. De diameter, hadden we gezegd, die werd twee keer groter. Ja, als de diameter twee keer zo groot wordt, dan wordt natuurlijk ook de straal twee keer zo groot. Nou, en vervolgens moet je kijken wat er hier gebeurt. Wordt de straal namelijk twee keer zo groot, moet je goed kijken wat hierboven staat. Hier staat dat kwadraatje. Dus als deze twee keer zo groot wordt, ja, dan wordt het oppervlakte opeens vier keer zo groot. Nou, en dat ga ik hier gebruiken. Dus als ik deze. 4 keer zo groot maak, kijk goed wat er gebeurt. Die a die staat onder de deelstreep van dit gedeelte. Dus als ik deze 4 keer groter maak, ja, dan kan het niet anders dan dat de weerstand 4 keer kleiner wordt. Nou, en nu zie je dat het 2 keer groter wordt en 4 keer kleiner. Nou, wat je nou gewoon eventjes moet doen is, 2 gedeeld door 4 is hetzelfde als een half. Dus in dit geval wordt die 2 keer kleiner, dus je vermenigvuldigt hem eigenlijk met een half. Oké, okay, vraag 13. Vraag 13 is bijna identiek, alleen eh, zijn de dingen iets anders. Even kijken, de weerstand 2 is drie keer zo lang nu. En de diameter is drie keer zo groot als weerstand 1. Nou, hoeveel keer eh, is de waarde van R2 groter dan R1? Nou, gaan we op dezelfde manier weer oplossen. Dus ik heb hier weer de formule neergeschreven. Het is nog steeds hetzelfde materiaal, dus deze blijft constant. Kijk goed wat er gebeurt met de lengte. De lengte wordt drie keer groter omdat die boven het deelteken staat. Als deze drie keer groter wordt, moet de weerstand ook drie keer groter worden. Nou, de diameter werd drie keer groter. Kijk weer eventjes, de diameter uh, verwerk ik hier. De diameter wordt dus drie keer groter. Dat betekent dus ook dat de straal drie keer groter moet worden. Nou, als de straal drie keer groter wordt in deze formule, dan heb je dat kwadraatje. 3 in het kwadraat betekent dat a 9 keer groter wordt. Dus de oppervlakte wordt 9 keer groter. Dat betekent dat de weerstand 9 keer kleiner moet zijn. Nou, je ziet het al: 3 over 9, 3 gedeeld door 9, is hetzelfde als 1/3. Dus je maakt hem 3 keer kleiner. Dus het antwoord moet zijn 1/3. Vraag 14. En Vraag 14 is ook weer een opgave voor Havo. Kijk eventjes wat het geval is. In welk circuit of welke circuits wordt de meeste energie geleverd in 1 seconde? Dus welke, ja, zet eigenlijk de meeste uh, energie om in 1 seconde? En je ziet wat hier het geval is. Uh, ze zijn allemaal hetzelfde geschakeld. Je ziet de hele tijd dat er een soort serie circuit is hier met die lampjes die in serie van elkaar staan. En dat zie je ook hier, er is alleen een verschil in de spanningsbronnen. Je ziet in de eerste is er maar één spanningsbron, en in de tweede zie je, en in de derde zie je dat er twee spanningsbronnen zijn. Maar die zijn verschillend ten opzichte van elkaar geschakeld. Kijk, de spanningsbron hier is parallel geschakeld met de spanningsbron hier. En waarom weet ik dat? Dat weet ik omdat die elektronen hier kunnen kiezen van ik ga of die kant op, of ik ga die kant op. Zodra er een splitsing is, is het altijd parallel. Nou, hier zie ik dat de elektronen maar één kant kunnen opstromen. Dus in dit geval is alles in serie geschakeld. Nou, het enige wat je moet weten is, als dit parallel aan elkaar geschakeld is, dan was er een formule voor de totale spanning voor, uh, van het circuit uit te rekenen. Want die was namelijk gewoon gelijk aan elkaar. De spanning is de spanning over 1, is de spanning over 2. Dus eigenlijk wat je hier doet is, ja, je zorgt er niet voor dat er meer spanning op je circuit komt te staan. De spanning blijft gewoon gelijk. Wat dit wel voor zin heeft, is dat je uh, eigenlijk een, een, een spanningsbron krijgt. Ja, Die gewoon langer energie kan leveren, want je hebt er gewoon twee. Twee met dezelfde spanning. Dus eigenlijk zijn deze circuits in die zin gelijk aan elkaar. Deze die levert je wel twee keer zo lang energie ten opzichte van deze. Maar in principe is de spanning in beide gelijk. Nou, wat kan je dan zeggen over circuit nummer 3? In circuit nummer 3 zie je dat die in serie zijn geschakeld. En wat was bij serie alweer de formule? De totale spanning was de spanning over 1 plus de spanning over 2. Dus het betekent dat deze twee, als die op deze manier zijn geschakeld, die spanningsbronnen, ja, dan wordt de spanning dus twee keer zo groot. Dat betekent dat als de spanning twee keer zo groot is, ja, dan, druk het, dan drukt dat eigenlijk ook twee keer zo hard tegen die elektronen en zal dus je, uh, je spanningsbron sneller opraken. Maar ja, als die twee keer zo hard tegen die elektronen duwt, dan stromen er ook twee keer zoveel elektronen door die lampjes. En betekent ook dat die lampjes natuurlijk verder gaan branden. Nou, dat kan je ook nog eventjes zien. In de wet van Ohm. Kijk goed wat er gebeurt. Als ik de spanning twee keer zo groot maak. En dat is dus in circuit 3. Uh, ja, de, de weerstand die bleef gelijk. Want ik doe er niet opeens meer lampjes toevoegen. Uh, ja, als die ene twee keer zo groot wordt. De spanning. dan betekent dus dat de, uh, de stroom ook twee keer zo groot zal zijn. Nou, en dat kan je weer terugkoppelen aan de mm, wet voor het, uh, het vermogen. Het vermogen was namelijk. De hoeveelheid energie die er per seconde wordt omgezet. En dat is in dit geval bij een elektrisch circuit. Is dat de spanning vermenigvuldigd met de stroom. Nou wat gebeurt er? De spanning is twee keer zo groot. De stroom is twee keer zo groot. Dus dat kan je wel voorstellen. Dan wordt het vermogen vier keer zo groot. Dus uh, circuit 3 zal zeker het meeste energie gaan opleveren per seconde. Nou ik hoop dat deze conceptvragen weer duidelijk voor je waren. Mochten er nog vragen zijn dan kan je die altijd aan me stellen. Gooit een positief filmpje, dan steek even een duim op en abonneer je vooral eventjes op mijn kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!